En de 45-jarige autobestuurder Leendert Grijs is gisteren bij een verkeersongeval op de kruising van de Martin Luther King en de Ramgulamweg overleden. Dit meldt de publiciteitsdienst van het Korps Politie Suriname in een persbericht. De politie van Livorno kreeg om 6:00 in de ochtend de melding van het verkeersongeval binnen. Op de plek des onheils trof zij een zwaar beschadigde personenauto naast een elektriciteitsmast aan. Uit het voorlopig onderzoek is gebleken dat het slachtoffer een auto wilde inhalen en dat zijn voertuig tijdens de inhaalmanoeuvre tegen de voorrijder aankwam. Als gevolg hiervan heeft Grijs vermoedelijk de controle over het stuur verloren, met het gevolg dat zijn voertuig tegen de elektriciteitsmast aankwam. Met het overlijden van deze autobestuurder staat de verkeersbarometer op 40.